Wat vindt u ervan dat er vrijwillige collega's zijn? Vrijwillige collega's die ken ik al net zo lang als bij de politie ben, want er waren er vrijwilligers. Vrijwilligers die werden toen ingezet eigenlijk als een soort dranghek. Die traden toen in die tijd op bij grote evenementen. Wielerrondes, bloemenkorso, valkenswaard, carnavalsoptochten. Die werden toen echt gebruikt als dranghek gewoon om het volk aan de kant te houden. En meer was hun inzet niet. Door de jaren heen is die inzet behoorlijk uitgebreid. En ze zijn nou gewoon hetzelfde als beroepscollega's worden ze ingezet. En jullie werken veel samen met de vrijwillige politie? Ik werk heel veel samen met de vrijwillige politie in de horeca Valkenswaard. Daar worden ze twee van de drie weekenden worden daar twee vrijwilligers ingezet en die werken we altijd samen mee. Wat vinden jullie ervan dat zij vrijwillig bij de politie werken? Dat zij vrijwillig bij de politie werken, dat vind ik. Ik vind het best leuk dat ze het doen en ze zijn ook volledig inzetbaar en ze zijn ook altijd. Welwillend en ze doen ook alles wat we vragen en zelfs nog meer. Ze nemen eigenlijk geen taak over, ze zijn extra handen en voeten zijn ze voor ons. Dus doordat zij ingezet worden kunnen wij extra dingen doen. Zoals als er in de horeca, als de vrijwillige politie in de horeca bij ons ingezet wordt, dan hebben wij gewoon twee man extra in de horeca. Dus waardoor we een extra controle kunnen uitvoeren of extra projecten kunnen aanpakken. Zouden jullie ook zelf vrijwillig bij de politie kunnen werken? Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar het zou best misschien wel leuk zijn. Maar ja, ik ben van mijn 17e bij de politie geweest, dus ik heb niks anders zelf gedaan dan bij de politie werk. Maar je zou het niet erg vinden om het vrijwillig eventueel te doen? Nee, want ik vind mijn beroep vind ik nog steeds mijn hobby.